Beste vrienden, goedemorgen. Ik heb vanmorgen in het bos gewandeld hier in Zeewolde en God sprak tot mij om deze boodschap met u te delen als een vervolg op de boodschap De Wachter. En ik kies voor de titel De Waarheid Maakt Vrij. Dit is regelrecht uit het woord van God waar staat De Waarheid Maakt Ons Vrij. En misschien heeft u wel eens gehoord van Solzhenitsyn, bekende Russische dissident die jarenlang in de Gulag-archipel gevangen heeft gezeten. Die zei, the truth will set you free, but first it makes you miserable. En hoewel dat laatste niet in de Bijbel staat, de waarheid maakt je vrij, maar eerst maakt het je miserabel, is het wel een belangrijke waarheid, ook vanuit Bijbels perspectief. En daar zijn ook veel voorbeelden voor te geven. Bijvoorbeeld, als Jezus dan met de Farizeeën spreekt, dan zegt hij van jullie zijn slaven. En jullie zijn slaven van je vader, jullie zijn in de duisternis. Dan zeggen ze, wij zijn nog nooit iemand slaaf geweest. Hoe blind kun je zijn om de waarheid niet onder ogen te zien? Ze waren slaaf geweest in Egypte. Ze waren slaaf geweest in Babylon. Ze waren slaven geweest in Syrië. Ze zijn heel vaak bezet geweest in Israël. En op het moment dat zij dit zeiden, waren zij slaven van het Romeinse Rijk. Zij zagen de waarheid niet onder ogen. En de Heer Jezus zegt over deze dingen. Hij zegt, als je zegt dat je kunt zien, dat je niet ziek bent. Als je niet ziek bent, heb je geen genezer nodig. Als je zegt dat je kunt zien, heb je niemand nodig die je ogen opent, want je ziet het al. Maar hoeveel mensen zijn ziende blind en willen het ook niet zien? 5 jaar geleden sprak God tot mij over wachter zijn en signaleren en de waarheid naar buiten brengen. Dat is me niet door iedereen in dank afgenomen. Zeker ook niet in christelijke kringen, helaas. Maar ik ben trouw gebleven en dat ben ik nog. En misschien nog wel vuriger als ooit om de waarheid. Want de waarheid maakt vrij. Ook al word je er eerst miserabel van. En ik kan je talloze voorbeelden geven. Hele simpele voorbeelden. Bijvoorbeeld, als de dokter zegt, je hebt kanker en je bent ongeneeslijk ziek. Dat is een waarheid die wil je niet horen. Dat is een verschrikkelijke waarheid. Als de politie bij je aan de deur belt met je zoon, omdat hij gepakt is bij een inbraak, dat wil je niet. Hoeveel ouders zullen ontkennen? Dat doet mijn zoon niet, zeggen ze dan. Ze zullen zelfs naar de school toe gaan en soms boos op leraren. Mijn zoon is een goede jongen, terwijl die niet presteert. We vinden het soms moeilijk om de waarheid onder ogen te zien. Maar als we de waarheid niet onder ogen zien, worden we niet vrij. Het is zo, als er kanker in je lichaam is, dan kan het weggesneden worden. En dan moet het mes erin. En dat is pijnlijk. En sommige mensen willen dit niet. En ik heb het ook ontdekt in de reacties. Ik moet zeggen, dank voor alle positieve en goede reacties die ik van mensen kreeg. Maar ik kreeg ook een reactie van iemand die zegt, je maakt mensen bang. En waarom praat je niet over de liefde van God en over de humor van God en over de genadige van God en de goedheid van God? Lieve mensen, als je naar al mijn boodschappen kijkt, niet alleen op YouTube, maar in de loop der jaren, dan heb ik heel veel goede boodschappen, maar dit hoort er ook bij. De Bijbel spreekt over het aangename jaar des Heren en de dag der wraken van onze God. Maar sommigen willen alleen dat ene stukje eruit filteren ten koste van de waarheid. Mannen als Jeremia en Jesaja en Joël en andere profeten, Maleachi, hebben dingen gezegd die men niet wilde horen. Om die reden werden ze in de gevangenis gegooid. Om die reden werd hun het zwijgen opgelegd. Door Israël. God heeft niet door jou gesproken, zeiden ze. Omdat ze de waarheid niet wilden horen. En Jeremia die was onder die druk soms ook gefrustreerd
En wilde het eigenlijk inhouden, want hij wist wel dat niet iedereen het wilde horen. Maar hij zegt, het werd als een brandend vuur in mijn binnenste en ik moest het uitspreken. En zo voel ik dit ook. Ik sta voor die waarheid en ik zal het spreken, omdat ik weet dat de vrijheid van velen ervan afhangen. En de Bijbel zegt dat de waarheid in ongerechtigheid ten onder wordt gehouden. Dat is het mysterie van de goddeloosheid dat reeds lang in werking is. En deze huidige situatie met de lockdown is ook zoiets. Ons worden gewoon leugens verteld. Echt grove leugens. Als we bijvoorbeeld kijken naar de uitspraak dat we moeten voor onze oudjes goed zorgen en ze isoleren. Wat is dit een grove leugen, lieve mensen. Deze oudjes hebben hun leven lang pensioen betaald en krijgen nu een pensioentje waar ze amper van rondkomen. De zorgsector is uitgehold tot en met alle respect voor de zorgwerkers die vaak voor een hongerloontje vanuit hun passie hun allergrootste best doen om de oudjes te helpen. En nu wordt er dan gespeeld op het sentiment, hè? We moeten aan onze oudjes denken. Waarom hebben ze dan het hele pensioenstelsel uitgehold en de zorgsector uitgehold? En ze geven wel miljarden aan de phony-idee van het milieu. Miljarden, honderden miljarden moeten er wel gepompt worden in dat systeem. Het is gewoon een leugen. Als ze werkelijk om die oudjes geven, dan hebben ze juist zorg en aandacht nodig en zeker ook wel met hygiënische maatregelen. Maar leugen op leugen wordt gestapeld en men wil de waarheid niet horen omdat die eerst miserabel is. Precies zoals deze christen dat ook tegen mij zei, waarom preek je niet de leuke dingen? Ik zou je zeggen, als een dokter een mooie pleister op jouw wond plakt, dan wordt het een stinkende, etterende wond. Hij moet het mes erin zitten, hij moet de kanker eruit snijden. Dat is een pijnlijk proces en dat begrijp ik ook wel. Maar dan ga je pas echt beter worden. De waarheid maakt vrij. Maar de waarheid heeft een prijskaartje. En voor die waarheid wordt altijd een prijs betaald. Jezus, daar werd tegen gezegd door Pilatus, wat is waarheid? Hij zegt, ik ben de weg der waarheid die tot het leven leidt. Zonder waarheid is er geen leven, maar slavernij. En de Bijbel zegt, en ik heb hier even deze tekst uit het boek Hebreeën bijgehaald, hoofdstuk 2, vers 14. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij, dat gaat over Jezus, op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Jezus is een mens geworden, opdat hij door zijn dood hem die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen en alles zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Wij zien nu door de lockdown, door de media, want het is één groot spektakel, het is één grote scam, het is één grote samenswering. Ja, theorieën zeggen ze, nee, het is geen theorie. Je wordt gewoon gebombardeerd elke dag met het aantal doden. Je wordt gebombardeerd met COVID elke dag. Maar lieve mensen, er sterven echt niet heel veel meer mensen. En vergeef me hoor, het is erg. Elk mens dat sterft aan deze ziekte is verschrikkelijk. Maar er wordt gemachandeerd om ons in angst gevangen te houden en ons op te sluiten, want de waarheid is dat hier een plan van de duivel achter zit om de hele wereld in bezit te krijgen. En ook het woord van God zegt het al, voor een korte tijd, hij is de overste van deze wereld, en voor een korte tijd zal hij het voor het zeggen krijgen. Dat wilt u misschien niet horen, maar dat is wat het woord van God zegt. En dat is geen slecht nieuws, dat is de waarheid. En in die tijd zal hij ook de heiligen overwinnen. Ook dat zegt het woord van God. Maar de waarheid maakt vrij. En wij hoeven daar ook niet bang voor te zijn. Ik kan je talloze voorbeelden geven. Jezus stierf voor de waarheid. Maarten Luther stierf voor de waarheid. Een ander belangrijk aspect is een verhaal wat ik las. En je kunt het op internet vinden van Telemachus. Een monnik uit de eerste eeuwen die zijn leven in het klooster sleet, in het zoeken, het bidden tot God, het lezen van het woord en vol was. En ook dat heeft zijn plek en zijn tijd. Maar hij voelde een drang om naar Rome te gaan.
En hij vroeg permissie en hij trok naar Rome. En toen hij daar kwam, trokken net de massa's mensen massaal naar het Colosseum om naar de Spelen te kijken. En nieuwsgierig wat dat was, ging hij mee en hij zat daar te wachten tot de gladiatoren in de arena zich opmaakten om elkaar af te slachten tot volksvermaak. De idioot voor de mensen die elkaar vermoorden, letterlijk voor volksvermaak. En met zijn tere, fijngevoelige hart was hij zo gechoqueerd dat hij opstond en begon te schreeuwen: stop daarmee in de naam van Jezus, stop daarmee. En ze dachten, ook het publiek dacht, het is een nar en hij hoort bij het spel om het op te leuken enzovoort. En mensen moesten lachen. Maar Telemachus was bloedserieus. En toen er niet geluisterd werd, liep hij naar beneden, sprong over de rand in de arena en ging tussen twee gladiatoren instaan en zei: stop ermee in de naam van Jezus. Maar ze wilden niet stoppen. En toen de ene gladiator het zicht benomen werd door die kleine man en de ander aan hem uithaalde, was deze zo kwaad dat hij zei tegen Telemachus: en nou aan de kant, want anders steek ik je neer. Maar Telemachus was voor niets en niemand bang. Hij was vol van liefde, vol van waarheid. En hij zei: nee, stop ermee in de naam van Jezus. En toen die uitgehaald werd door de andere gladiator, omdat hij niet opzij wilde gaan, zei hij: nou moet je opzij en anders steek ik je neer. En hij zei: nee, jullie moeten stoppen. En hij stak het mes in zijn borst en waarschijnlijk in zijn hart. Telemachus stortte ter aarde en hij riep met zijn laatste adem: stop ermee in de naam van Jezus. En er kwam een hush over het Colosseum. En iemand stond op en ging weg. En een ander stond op en van lieverlee in alle stilte begonnen mensen op te staan en het stadion te verlaten tot het leeg was. Dat was de laatste keer dat mensen elkaar afslachten in het Colosseum als volksvermaak. En wat ik bijzonder vind aan dit verhaal, dit was niet een man die zei: ik ga terug naar het klooster, ik ga naar de paus, ik ga naar de abt, ik ga naar de geestelijke, we gaan een comité vormen. Dit was één man die stond voor de waarheid en die waarheid heeft de wereld getransformeerd. Wil jij een history maker zijn of ben je een bange scheiterd en laat je je intimideren? Ik zou niet met mezelf kunnen leven door nu te buigen voor alle leugens en straks in de geschiedenis dat mijn kleinkinderen moeten zeggen: die onze opa was een bange scheiterd. Hij heeft gehuild met de vijand. Ik sterf liever voor de waarheden dat ik leef voor de leugen, zei Braveheart. En ik denk ook aan het verhaal uit de Bijbel van de drie vrienden van Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego. Er werd een beeld opgericht en iedereen moest buigen. En die druk zien we nu ook. Iedereen moet buigen. En als je niet buigt, dan ben je volksvijand nummer 1. En wat ik ook eigenlijk verdrietig vind is dit. We zien nu dat mensen als Jensen en je hebt London Real met Brian Rose, die een interview geeft met David Icke. En die heeft ook wel gekke ideeën. Maar dit zijn niet christenen die de waarheid zien en die opstaan. En dan mogen ze weliswaar niet de gezegende hoop hebben die wij als christenen hebben in de slotconclusie. Maar zij doen hun mond open en riskeren hun reputatie om de waarheid te zeggen. En ze worden vaak zwart afgeschilderd als conspiracy theoristen en ze zien allemaal spoken. Maar lieve mensen, de tijd zal leren wat de waarheid is, want de waarheid maakt vrij. En de waarheid verandert de wereld. Want wat gebeurt er dan met de drie vrienden? Zij weigeren te buigen. Daniel weigert te buigen en werd in de leeuwenkuil gegooid. Maar God sloot de muil van de leeuwen. Wij hoeven niet bang te zijn. En de Bijbel zegt dat die drie jongens zeiden tegen de koning, want ze werden voor de koning geleid: waarom wil je niet buigen als je het geluid hoort van alle instrumenten voor het beeld? En ze zeiden: o koning, leef in eeuwigheid, maar wij vinden het niet nodig, wij achten het niet noodzakelijk u hier enig antwoord op te geven.
Dat heeft mij ook zo gesterkt. Want er zijn allemaal mensen die, nou niet allemaal, er zijn ook heel veel positieve reacties. Maar er zijn mensen die zeggen, waar heb je het wetenschappelijke bewijs vandaan? En waar heb je dit gevonden? En hoe kun je dit en dat bewijzen? En ze willen discussiëren. Maar ik zeg met deze drie mannen, ik acht het niet nodig u enig antwoord hierop te geven. Ik zal niet buigen. En de koning werd zo kwaad dat hij deze jongens in de vurige oven gooide. En zij zeiden tegen de koning voordat het gebeurde, wij zullen niet buigen en onze God zal ons redden. Maar ook als hij ons niet redt, weet één ding zeker, wij zullen niet buigen. En ik heb dat besluit ook genomen dat ik niet zal buigen voor de leugens. Ook al kom ik alleen te staan, dan sta ik maar alleen. Want God heeft mij geroepen om de waarheid die vrijmaakt en die verandert. En luister, het einde is prachtig. Want wat gebeurt er dan? Dan worden ze in het vuur geworpen. En het enige wat ze kwijtraken in het vuur zijn de boeien. Ze hadden hun leven niet lief gehad. Ze hebben de duivel, de leugenaar, overwonnen door het bloed van hun lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. En de boeien raakten ze kwijt. Echte vrijheid is niet dat je door angst wordt geregeerd, maar dat je staat voor de waarheid. En dat niet alleen, want toen die koning, die goddeloze koning, dat zag, toen kwam er een verandering bij die koning. En die koning heeft zelfs een heel verhaal in de Bijbel. Daniël hoofdstuk 4 is een brief van de machtigste koning die ooit op aarde geleefd heeft, koning Nebukadnezar, die zich bekeerde omdat er mannen waren, enkele mannen in een grote massa, die voor de waarheid stonden. En ik zou je nog veel meer verhalen kunnen vertellen, lieve vrienden. Ik heb een Molukse vrouw en ik heb liefde voor het Molukse volk. En de Molukkers die hebben gevochten, want de knielmilitairen waren Nederlanders die geïnterneerd waren. Ik had ook een oom die daar nog was, maar ook Molukkers, met name de Molukkers die in het Koninklijk Nederlands-Indische leger hebben geparticipeerd. En zij hadden allemaal in hun huis een portret van de koningin boven de deur. En toen de Japanse invasie kwam, was het over hun lijk. Want ze hadden zoveel liefde voor het Nederlandse volk en de koningin. En wat gebeurde er toen? Toen de invasie te groot werd, heeft Nederland het leger geëvacueerd naar Nederland. De Nederlandse soldaten, maar ook de Molukkers. Maar wat werd er gedaan? Hun werd een belofte gemaakt dat ze een eigen staat zouden krijgen. De RMS, de Republiek Maluku Selatan. Maar wat gebeurde er? De onafhankelijkheid werd door Sukarno uitgeroepen. Maar er werd met twee maten gemeten, want de Nederlanders kregen eremetaal. Zij kregen pensioen, zij kregen werkvergunningen, ze werden verenigd. Maar de Molukkers werden in de concentratiekampen gedouwd, waar Joden waren gemarteld en op transport gezet naar Duitsland. En ze kregen geen werkvergunning. En ze waren eigenlijk vreemdelingen in een vreemd land zonder status. Ze hadden geen werk, ze kregen 3 gulden per dag. En ze leefde in de verwachting dat zij een eigen staat zouden krijgen. En ja, hun hoop veranderde in teleurstelling. En die teleurstelling in bitterheid. Het eerste half jaar leefden ze letterlijk uit de koffers, want ze zouden teruggaan. Maar Nederland heeft alleen maar mooie woorden gesproken, maar niks waargemaakt. En de bitterheid, de teleurstelling sloeg om in bitterheid. En de bittere zaad was gezaaid in de harten van de kinderen. En die hebben de treinkapingen veroorzaakt en de school bezet. En ze hebben misdaden gepleegd. En ik moet ook zeggen, de meerderheid van de Molukkers staat daar niet achter. Maar dat is het resultaat uiteindelijk. Als er niet meer gepraat wordt, als er niet meer geluisterd wordt, dan wordt er gevochten. Dat gebeurt. Dat gebeurt wereldwijd. En ik sta er niet achter, luister, dat de 5G-torens in de fik worden gestoken. Maar dat is, er wordt niet geluisterd. Er is nooit een volksraadpleging geweest.
Er is nooit open kaart gespeeld. Er is nooit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het gevaar van deze torens en de invloed op de menselijke gezondheid. En in hoeverre heeft het te maken met de verzwakking van het immuunsysteem die samen met de griepgolf nu voor zoveel doden zorgt en zoveel strijd en angst gezaaid heeft. En nu zijn daar, ik noemde net al Brian Rose en David Icke en Jensen die dit aan de kaak stellen. Maar wat gebeurt er? En ik ben niet de enige die dit gesignaleerd heeft. Elke boodschap die iets van de waarheid aan het licht brengt over 5G wordt structureel van YouTube verwijderd. Van LinkedIn verwijderd, van sociale media verwijderd, zonder dat zij de regels die gesteld zijn hebben doorbroken. De duivel wil de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Maar er zijn mensen die hebben de waarheid gezien en kunnen gewoon niet meer terug. Ze kunnen niet doen alsof hun neus bloedt. Ze kunnen niet met de leugen leven. En daarom zeg ik ook met Brevaart, ik sterf liever in de strijd voor de waarheid. En ik hoop en bid dat jij je wil aansluiten. In India, waar we een groot werk hebben, en straks aan het einde zal je een filmpje zien wat hierover gaat, wat je kunt aanklikken. Daar in de lockdown zijn er nu bijna 200 miljoen dagloners die in één keer hun baan kwijt zijn door de total lockdown. En nu terugvluchten naar hun dorpen. En soms honderden, misschien wel duizenden kilometers moeten afleggen zonder openbaar vervoer. En door de hitte en ondervoeding dood neervallen en sterven. Het medicijn is erger dan de kwaal. Dit komt niet van God, dit komt uit de koker van aartsvijand. De duivel. En de waarheid maakt vrij, lieve mensen. Ook al maakt het ons eerst miserabel. Ik zou niet willen leven en sterven met deze dingen. Als ik al het leven laat in de strijd voor de vrijheid, heb ik voor een goede zaak geleefd en ben ik voor een goede zaak gestorven. Halleluja. Dat meen ik uit de Jezus stierf voor onze vrijheid. Martin Luther stierf voor de rechten van de vrijheid en de eenheid van Gods kinderen. En ook nu zullen er wellicht mensen sterven. Maar als iets niet waard is om voor te leven en voor te sterven, is het ook niet waard om ervoor te leven. En ik geloof daarin met heel mijn hart. Het is waardig om te sterven voor de waarheid. En dit is ook een belangrijke statement waar ik mee wil afsluiten. Als je nergens voor staat, zal je overal voor vallen. Ik hoop dat je ergens voor staat. Voor de waarheid van het woord van God. Want ze waren hun leven lang, zoals ik las, door angst voor de dood tot slavernij gedoemd. Maar hij die de dood heeft overwonnen, Jezus Christus, die stierf en leeft, wil jou vrijmaken. En die vrijheid van angst en die vrede die alle verstand te boven gaat, kan jouw deel worden vandaag als jij je hart opent voor Jezus. En als je dat wil, bid dan dit gebed maar met mij mee. En zeg maar, Heere Jezus, dank u wel dat u voor mij aan het kruis gestorven bent. U bent de waarheid en u stierf opdat ik kan leven. U droeg de straf van de zonde opdat ik vrij kan zijn. U ging naar de hel opdat ik naar de hemel kan gaan. U werd ziek voor mijn genezing. U droeg mijn straf opdat ik vrij zou zijn. Ik open mijn hart voor u. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Vergeef mij, reinig mij en help mij om in uw waarheid te wandelen. Want u bent de weg, de waarheid die tot het leven leidt. Ik ontvang u als mijn redder, in Jezus' naam. Als je dit hebt meegebeden, wens ik je God zegen toe. Vrede, zijn nabijheid. Ik wil zeggen, lees het woord der waarheid, de Bijbel. Wat ik u gedeeld heb, heel veel is gebaseerd op dit boek. Het gras verdort de bloem vandaag, maar het woord des Heren blijft tot in eeuwigheid. En de waarheid van Gods woord houdt eeuwig stand, lieve vrienden. Laat het woord der waarheid uw leidraad zijn. En zoek contact en gemeenschap met andere christenen om samen op te trekken voor de waarheid, omwille van de geschiedenis. Dan zul je een history maker zijn, tot eer en glorie van God. Amen.